Vandaag heeft de SP een enquête gepresenteerd over de taxbus. Rond het vervoer voor ouderen en gehandicapten lijkt het nu weer rustig. Maar vorig jaar regende het klachten. Het vervoer ging over in andere handen en dat ging goed mis. Nou, we hebben zaterdag de taxi gebeld om 10:00. Dat we om 12:30 naar Valkenswaard wilden. Maar om 1:00 was er nog geen taxi. 1:15 heeft mijn man gebeld, weer naar het taxibedrijf. En toen zeggen ze van, ja, over 20 minuten is de taxi er. Het was 2:00, nog geen taxi. 'S Avonds gebeld van 7:00 tot 22:00. Niemand bereikt. Want wij moesten op 2 januari naar een nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging. 2 januari, 's morgens weer gebeld, van 10:00 tot 12:30. Geen taxi bereikt. Ook al zijn er minder klachten, ze zijn er echt nog wel. Uit het rapport blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden de laatste 3 maanden problemen heeft gehad. De belangrijkste conclusie is eigenlijk een conclusie die niet in het rapport zelf staat, maar die we op straat tegenkwamen. Dat mensen het vertrouwen in de taxbus kwijt zijn. Een reactie die we heel vaak hoorden is dat de taxbus wel op tijd komt om mensen op te halen. Maar als mensen weer naar huis willen, dat ze dan toch heel lang moeten wachten. En daarom voor andere vormen van vervoer gaan kiezen. Het aantal klachten moet dus omlaag. En dat betekent voor wethouder Scholten werk aan de winkel.